Ik zit natuurlijk ook de hele tijd te denken toen je mij in de wereld van de BCAA inbijde. Uh, uh, inbeiden natuurlijk. In <laughs> in ja, is ja. <laughs> leuk. Ja, doen we maar. Uh, waar is hij Dia. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over BCAA Supplement voor een betere sportprestatie. Zinvol of onzin? Vertakte keten aminozuren. Beter bekend als BCAA, worden op internet als belangrijke bouwstof en energiebron voor spieren aangeprezen. Er zijn tegenwoordig zelfs pleisters met BCAA erin te koop om tijdens het sporten op je benen of armen te plakken. Wat is het bewijs dat BCAA de sportprestatie bevorderen en hoe werkt zo'n pleister? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey. buenos dias. <laughs> Goedemorgen. Uh, welkom terug. Het officiële begin van seizoen 6. We gaan nog steeds wow. door. Ja. Aflevering 106, lekker. Oh, nog 94 te gaan dan. En dan uh, zijn we bij de 200ste. Nou, ja, wie waar. weet, uh, we gaan in ieder geval weer een mooi seizoen maken. Op zoek naar de grens tussen zinvol en onzin. Rondom allerlei wetenschap en hypes en topsportontwikkelingen die wij waarnemen. Ja. En uh, we hadden nog rekening openstaan. Zeker. Want uh, om precies te zijn, 21 afleveringen geleden trapten wij af voor seizoen 5. Daar hadden we een mooie surprise box met allemaal leuke dingen die we zouden gaan behandelen in seizoen 5. Nou, ik denk dat de, de dames van de, de flowy spijkermat ook ja. denken, waar is het gebleven? Die staat nog open hoor, we hebben hem nog liggen hier. En ook uh, hadden we toen met veel bombari over uh, nutri tape ja. uh, Pleisters die je kan plakken om uh, extra voedingsstoffen tijdens het sporten uh, op te nemen. Zijn we niet aan toegenomen uh, gekomen, maar uh, trappen we nu maar eens mee af. En jij kwam er al vrij snel achter toen je ging kijken, ja wat zit er eigenlijk in die Nutri Tape die wij toen hadden? En daar bleek dat BCAA in te ja. zitten. Ja. En toen je daarin dook bleek dat een hele wereld voor jou. Ja, opengaan. zeker. Ik zit dus niet zo in de krachthonk sportschool wereld. Nee. Maar ik ging even intikken BCAA. Nou, en dan kun je het als supplement overal kopen en overal wordt het aangekondigd, aangeprezen als uh, ja, toch al een wondermiddel om een in, wondermiddel. in ieder geval nou, gespierd, uh, gespierd te raken. Ja, en dat wil iedereen natuurlijk wel. Ja, ja, uh, ja. nou ja, dus, uh, zou ik wel uh, willen. Ja. Ja. Dus we gaan op zoek naar het antwoord op de vraag. Goh, BCAA, wat is het eigenlijk? Uh, voor ons nog redelijk ja. onbekend, redelijk nieuw. Is het zinvol om dat inderdaad uh, met supplementen in te nemen? En kan dat dan met pleisters? Ja. Uh, welke studies zijn er uh, gevonden? En we gaan natuurlijk ook maar weer eens even bij Guido nachecken. Dat doen we wel eens vaker. Ik denk dat ik al een beetje weet wat het antwoord is. Goede, Guido Vroemen, sportarts en uh, topcoach. Voor de mensen die voor het eerst deze aflevering luisteren. Uh, adviseert hij mensen om aan de. Uh, vertakte keten aminozuren ja. te gaan. Nog even shout-out naar Linda Zenger. Linda Zenger was degene die ons de mail stuurde uh, over die Nutri-tape, omdat ze inderdaad de Survival Run Bond Nederland, waar we een aantal uh, luisteraars inmiddels in die community hebben, die zag op social media Nutri-tape aanprijzen. Ik ging onlangs, toen ik wist dat dit eraan kwam, nog eens zoeken bij de Survival Run Bond. Die post is weg. Ah. Dat uh, prijzen is ook niet meer aan. En dat is misschien een mooi haakje, want het Nutri-tape heb ik toen een keer gekocht, geloof ik, bij de, de Mud Trail Sweatshop. Ja, -sweat en jij vertelde. Uh, site, ook niet meer te koop. Nu niet meer te koop via hun, inderdaad. Nee. Nog wel op andere manieren, maar inderdaad, als je nutri-tape.nl intoetst, dan ja. kom je uit op eigenlijk op hun site, of in ieder geval een, 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 een zijweg daarvan. Ja. Klik je door en dan uh, naar nou, bestel nu. Ja. En dan. Uh, nou, wilde ik dat toch nou even doen? Ja. Maar uiteindelijk kwam ik toch op een pagina niet gevonden. Ja, exact. Ja. Ik uh, zie het nu ook. Dan dus gaat zo. er natuurlijk een belletje rinkelen. Al ergens van wat is daar aan de hand? Nou, daar kan ik wel het een en ander zo uh, over gaan vertellen. Nou ja, deze aflevering gaat daarmee dus ook maar niet meer over NutriTape. Dat is te ja. smal. Ja. Um, ik, ik moet bekennen: uh, een van de redenen waarom we die aflevering maar bleven uitstellen is. Dat ik het nooit heb durven testen. <laughs> ja. Omdat ik. Ja, nou ja, omdat ik altijd dacht. wanneer? Ja. Welke training? Wanneer ga ik dit nou opplakken? Nou ja, welke claims hebben zij? Hè? Ja, zal ik, zal ik het gewoon ja. nu maar doen? Ja. Zal ik een podcastaflevering met een pleister op mijn been gaan zitten? Ah, okay. uh, wat er staat inderdaad, dat er uh, drie dingen in zitten: BCAA, daar is hij, ga je ons zo uitleggen wat dat is. En vitamine B1 en B5. Er staat dat het uh, geen effect heeft op je maag. Nee, de, want het zit op de buitenkant. Ja. Dat het twintig uh, uur lang uh, zou afgeven, en dat het zou, preventief zou zijn tegen kramp. En er staat ook deze week mooi. Er zit een icoontje op onderin. No doping staat, ja. er, uh, staat erbij. Getest op. Uh, en ik kan je wel uitleggen waarom dat ja. is. Nou, ja, uiteindelijk... maar laat maar bij de basis beginnen. Ja. Zoals altijd. Uh, BCAA. Ja. Ik had er tot tien minuten geleden nog nooit van gehoord. Wat is dat? Ja, het staat dus de afkorting. staat voor Plak brand... ik ondertussen een pleistertje. Is goed. Heb je er twee? Of. Uh... Ik ga kijken wat hieruit komt. Oké. Okay. De branched. Chain amino acids. En uh, in, het, in goed Nederlands vertaald is het vertakte keten aminozuren. Denk je natuurlijk aminozuren. Wat zijn dat ook alweer? Je hebt uh, middelbare school biologie wel gehad. Hè? Nou. Goed nieuws. Ik heb er twee. Nee, ja, dat zei je al. Ik heb geen idee. Nee. Laat me nog even. een Aminozuren. Nou, je hebt dus uh, eiwitten. Zijn heel belangrijk in het lichaam. Hè? Eiwitten als, als bouwstenen. Uh, Voor van alles en nog wat. Onder andere spieren. Spiervezels. Uh, enzymen zijn eiwitten uh, nou, en eiwitten zijn opgebouwd uit losse aminozuren die aan elkaar gekoppeld zijn. Dus aminozuren zijn eigenlijk de, de bouwsteentjes van eiwitten okay. en daar uh, zijn er een stuk of 22 van bestaan, verschillende aminozuren ja. en dan praten we altijd over essentiële aminozuren, er uh, zijn acht of negen, die moet jij wel via de voeding innemen. De rest namelijk, de andere niet-essentiële aminozuren kan het lichaam zelf maken. Ah. En, nou ja, uh... en dus, als wij denken aan spieren, aan spieropbouw... en vandaar dat je in het begin ja. al zei krachttraining... En ja, we dan hebben komt natuurlijk... dit al heel snel om de ja, hoek herstel, uh, Onze herstelaflevering... Uh, Antwoord op je vraag. Er zitten er twee in dit pakje. Ja, dat is mooi. Die gaan ja, we, gaan ja, we ook plakken. Aflevering twee hebben we natuurlijk al over herstel heel lang gepraat. Onder andere over het, ja, het herstellen van spieren na inspanning. Belangen van eiwitinname daarbij... En, uh, ja, en dus daar komt dit bij kijken van, um, en zo wordt het ook gebracht. Kan Moet dit. Altijd, als je het over eiwit hebt en herstel, moeten we altijd een onderscheid gaan maken tussen herstel, als in bijkomen van een inspanning. Ja. En. Adap ja, hoge Oh ja. ja, adaptatie van spieren. Ja, dat ja, hè. Want het... daar zijn eiwitten belangrijk voor. Ja. En voor herstel zelf, het, het nee. rusteffect niet. Nee. Hè? Dat nee. is, uh, ja. Het gaat er puur om, jij, uh, jij zet je jij jij spieren aan het werk. Daar vinden uh, ja, processen plaats. Er vinden lichte beschadigingen zelfs. Uh, en het lichaam gaat eigenlijk reageren daarop door te zeggen. oké, okay, de volgende keer als we diezelfde prikkel, trainingsprikkel krijgen, dan moeten onze spieren daartegen bestand zijn. Kortom, dan gaan we net die spieren wat steviger maken door uh, extra eiwitten in te bouwen. En, dat is, uh, ja, en voor die eiwit inbouw, daar zijn aminozuren essentieel. Ah, ja. Dat kun je doen door melkproducten, uh, yoghurt, kwark te eten of wat specifieker BCAA. Dat zijn dus nou ja, drie aminozuren. Uh, Lysine, isoleucine en valine heten die drie. Ja. En er wordt gezegd: ja, zijn, Essentieel of niet-essentieel? Die zijn essentieel, ja. Oh, ja. En die worden gezegd van ja, die zijn dan op een bepaalde manier uh, 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 gebouwd. Waardoor ze vertakt een keten hebben. Ja. Dat is een keten uitgebrand. Dus, ja. ja. En uh, nou, dat is wel interessant waarom dit zo dan in de markt is gekomen als zijnde heel belangrijk. Omdat er inderdaad studies gedaan zijn. Uh, ja, dat zal best wel 10, 20 jaar geleden. Uh, gekeken eigenlijk naar die spieropbouw na bijvoorbeeld weerstandstraining. En nou, hoe doen ze dat dan? Laat ze mensen uh, nou, flink krachttraining uh, verrichten, een programma. En dan kun je na afloop kijken naar hoe snel eigenlijk die spieren weer opbouwen. Uh, en dan ga je over de inbouw eigenlijk van die aminozuren in die spieren door uh, gelabelde, ja, vaak uh, radioactief gelabelde aminozuren of eiwitten aan te bieden. En nou, kun je goed gecontroleerd en aanbieden, en dat is dus gewoon in principe door voeding? Voeding of, of juist inspuiten ja. in dit geval. En gelabeld, en... dat is een wetenschappelijke methode. waardoor je kan zien ja. waar deze specifieke moleculen terecht, terecht gaan komen. komen. Ja. ja, en door dan biopte te nemen. Ja. kun je natuurlijk zien van hoe snel komt uiteindelijk die aminozuren. die je van buiten toedient of geeft. Ja. Uh, uiteindelijk uh, zijn die ja, worden die betrokken bij die spieropbouw. En ja, in die studies vonden ze uiteindelijk dat BCAA, die drie samen, dat die uh, ja, beter uh, meer spieropbouw geven dan niks doen. Placebo. Oké. Okay. Dus vandaar. Ah, aha. aha. Nou, ja, 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 weer, weer ja, alert. Dat... Want vergeleken met niks doen. Ja. Alleen, nu wordt er net gehaald dat deze drie aminozuren belangrijker ja. zijn dan andere ja. aminozuren. Nou ja, en daar zit een beetje de bottleneck, want in, in vervolgstudies eh, zijn er genoeg gedaan welke aminozuren zijn dan echt belangrijk. Of, en wel, ja, kun je dan welke eiwitten moet je aanbieden? Nou, dan, dan komt er altijd, eigenlijk komt toch naar voren, de, de meest eh, efficiënte eigenlijk, eiwitbron is wij eiwit. Ja. En dat is natuurlijk. Ja, ik begrijp dat bij de bereiding van kaas. dan ja. ontstaat er ook wij. Ja, het is een afvalproduct. Ja. He? En dat wordt ook natuurlijk. in de alle ja, websites op internet aangeprezen. als. Uh, ja, het, het middel om spieren te bouwen. Ja. En eigenlijk, als je vergelijkt BCA met wij-eiwit. ja, dan gaat wij-eiwit. Uh, leveren toch veel efficiënter eigenlijk. Uh, spieropbouw op. Dus. en dat heeft te maken dat. Wij-eiwit A bevat ook de branched chain amino acid, ook Die zit er, er in. ook in? Ja, die zit er ook in. Plus daarbij heb je nog wat andere aminozuren die ook belang, van belang zijn voor uh, de aanmaak van die spiereiwitten. Ja. Plus daarbij, ja, dat wij-eiwit heel makkelijk eigenlijk, het gaat natuurlijk om dat in dit geval de BCAA, die zitten natuurlijk, dat zijn al de losse aminozuren. Ja. Als je een eiwit eerst moet opeten, ja, die moeten dan weer om, ja, het moet opgenomen worden. Ja. En, en dat is wel een dingetje altijd met eiwitten die uh, dat kost altijd wat extra energie. En Als je, je dus maar, gewoon door voeding zou innemen. Ja, omdat mensen dan zeggen, ja, moet je eigenlijk wat is nou de beste energiebron om niet te snel aan te komen, wordt altijd eiwitten genoemd, omdat je, ja, dat noemen ze dat thermogenetisch effect. Ja, en we wel eens overal. Ja, dus uh, van de calorieën die in eiwit zitten dan wordt dan meteen een stukje verbruikt eigenlijk om door, door de vertering zelf. Ja. Dus in tegenstelling tot koolhydraten die een stuk makkelijker gaan of uh, in Maar ik zit even al jouw zijwijgen bij te houden. Ja. Dus we zijn verschillende amino's hier oh, ja. aan het vergelijken. We waren van de BCAA. Ja. Dan komen we bij de wei. Dat ja. is een afvalproduct van kaasmaken Maar het Precies. zit dus ook gewoon in zuivel. Maar dat is het eiwit. En dat wordt uiteindelijk best wel snel opgenomen. Dan nu is mijn het... vraag nog even. Dat BCAA waar je net mee begint. Ja. Hoe wordt dat gemaakt? Is dat een synthetisch product? Ja, dat, is, dat moet een synthetisch product. Zijn, Oftewel, dat ja. wordt in de ja. fabriek gefabriceerd. Ja. 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 Maar tegen wij is een natuurproduct. Ja. Althans, ja. In ieder geval, het komt uit melk. Hoe ze het precies doen of zuiveren of uh, daar weet ik. Kijk, BCA zit in principe ook in, in vlees, in vis, in zuivel, noem maar op. Exact. Alles wat jij eet, ja. daar zit gewoon ook die BCA. Alleen kun je nu natuurlijk door te zeggen, ja, kun je het echt. En dan gaat het vaak om de verhouding 2 staat het 1 staat het 1, waarbij luicine is twee keer zoveel. Ja, daar hebben ze natuurlijk ook over nagedacht. Van, nou ja, Dat is op de manier waarop ze Wat denken. roept van... bij mij de vraag op. Ik kan het in vis, vlees en ja. zuivel eten. Is het belangrijk dat ik de BCAA-aminozuren, die drie, dat ik die los heb? Of maakt het niet zoveel uit en eet ik gewoon en haalt mijn lichaam dat, dat zelf is, uit elkaar? Dat is eigenlijk ja, de belangrijke vraag. Uh, als je, dus nou, dus als je. placebo eet, ja. dus niks eet, onvoldoende eet, uh, weinig eiwitten eet of heel eenzijdig eet. Ja, dan zou je dus dat als supplement kunnen gebruiken voor die spieropbouw. Ja. Maar zoals jij al terecht zei, als jij nou BCAA en spieropbouw vergelijkt... met als jij wei-eiwit of eventueel andere eiwitten gaat eten... ja, dan blijkt eigenlijk dat het BCAA helemaal geen meerwaarde heeft. Ah, dus je, dat waarom... blijkt uit studies. Ja, en ook juist voor topsporters uh, wordt gezegd... als jullie gewoon gezond blijven eten en je hoeveelheden eiwit neemt die worden aanbevolen. Ik heb dat nog even opgezocht. Dus 1 tot 2 gram per kilogram lichaamsgewicht per dag. Ja. Dat is een beetje belangrijk te onthouden. 1 gram, dus jij bent uh, 5 ik ben net kilo. iets onder de 80 kilo. Nou, nee, dan ja, was je... ik maar 75 kilo. Dan zou ik okay. vliegen. 80 gram eiwit heb jij ongeveer nodig. Ja. Als je heel veel krachttraining ook nog doet, dan zou je dat kunnen verdubbelen naar 160. Ja. Nou, ik kan met oh, dat doe je heel makkelijk. Ja, 1 dat tot Dat is wel 2. als je veel ja, ja, ja. Ja, dat oh, ja. is een beetje die range uh, ja. en um, nou, ik zit op iets minder. En dan zeggen ze, als jij dat met de normale voeding kan binnenkrijgen. Uh, en juist bij eiwit werkt het meest efficiënte, want wordt snel afgebroken. Snel opgenomen, daar begint het mee, dan weer afgebroken aminozuren. Die aminozuren moeten uiteindelijk naar de spieren toe en daar moet het ingebouwd worden. En dat werkt uiteindelijk ja, uh, veel sneller als dat jij BCAA gaat nemen. Voor die spierenopbouw. Omdat je dus met de BCA toch gewoon wat uh, eiwitten mist. Wel belangrijk te vernoemen. Want mensen gaan zeggen. Hé, hey, maar uh, kom op. Er zit toch nog iets extra speciaals aan. lucine. Ja, lucine op de een of andere manier. Is, is een van die drie bcaa ja, Is aminezuur. Naast dus de bouwstof. Bouwsteen voor de eiwitten zelf. Als aminozuur. Ook een heel belangrijke. Uh, ja, uh, opperregulator van de spieropbouw. Oké. Okay. Ja, dat zet dan een of ander eiwit aan. mTOR wordt dat genoemd. En mTOR is eigenlijk de, de grote uh, master switch die in die spier bepaalt van jongens, uh, er moeten spieren opgebouwd worden. Wop, welke enzymen moeten dan ingeschakeld worden? Welke aminozuren hebben we daarvoor nodig? Nou, een ingewikkeld chemisch proces uiteindelijk. Ja. En het blijkt dus, leucine is toch wel een belangrijke een trigger. Regulatie trigger daarvan. Dus maar als vandaar, jij dit zegt, dan zou ik meteen denken: Nou, dat moet ik dus hebben. Ja, maar uiteindelijk zeggen nog steeds al die studies: Ja, dat is allemaal waar. Je moet het alleen maar hebben als jij op de een of andere manier. Dus daar niet vanzelf doet. Ja, als jij dus echt zo slecht eet dat jij dus normaal ja, geen uh, lucine binnenkrijgt. En dat is natuurlijk ook, dat, is ook uh, dat fabeltje. En ik hoorde het laatst weer iemand dat hij het weer van een voedingsdeskundige te horen had gekregen. Of van een trainer: Dat je dan binnen 20 tot 30 ja. minuten na je training eiwitten moet gaan eten. Volgens dus... mij is keer op keer weer aantoonbaar. Ja, ja, eiwitten zijn belangrijk voor spierenbouw. Maar nee, er is niet zo'n perfect window. Ja. En als je normaal gezond eet, wederom, vertaal ik even naar de wereld waar wij we deze podcast van maken. Serieuze amateursporters. Topsporter, die twee, drie keer per dag traint Ala. Dat is misschien anders. Maar gewoon. Ja. Jij, tot ik, tot misschien nog mensen die iets van tikken zijn, niet ja. nodig, onzin, normaal eten. Klopt, dat is die window of opportunity die ja. je nog steeds tegenkomt. En dus en ook en, die uh, hele hype van ja. die herstelvoeding en die herstelrepen ja. en die, dat is allemaal marketing. Nee, ja, het is ook deels, denk ik, wanneer heb je precies honger? Kijk, en wat je misschien hebt is dat je gesport hebt en denkt: van nou, ik heb nou helemaal geen trek, maar ik moet mijn eiwit al ja. nemen. Ja, dat ja. is allemaal overdreven. Dus, ja, dus... Bovendien, als je net lekker gesport hebt, ja. heb je meestal wel Volgens trek. is de aanbeveling die je dan hebt van die 1 tot 2 gram per kilogram lichaamsgebruik ja Smeer dat uit van over drie, vier maaltijden of zo. Je ja. kan dat prima allemaal vinden bij het voedingscentrum, bijvoorbeeld. Ja. Heb ik uh, nog wel één? Je ja. hebt een paar keer over wei-eiwitten ja. gehad. En ik zit natuurlijk ook de hele tijd te denken toen je mij in de wereld van de BCAA inbijde. Inbijde? Ja, is leuk. Ja, ja doe hem maar. Ja. Uh, waar is ie? Dia. <laughs> dat ik dacht, zit dat dan in die eiwitshakes... wat die gasten in die sportschool drinken? Maar nee, want toen kwam de wij, dat zit dat ja. vaak in. Ik zit al de hele tijd denken aan die fantastische aflevering van de Keuringsdienst van Waarde. Moet iedereen ook maar gaan kijken waar ze inderdaad gaan uitzoeken. wijnproteïne. wat is dat, is dat ja. eigenlijk? Ja, dus is gewoon zuivel. Dus ja, ook daar het is zit afvalproduct bij de kaasbereiding. Ja, maar het zit ja. dus ook, ja, maar wat gebeurt er bij kaas? In... Bij kaasproductie haal je een melkproduct uit elkaar. Ja. Ja. Dus je kan ook gewoon bij het product daarvoor beginnen. Ja. Gewoon melk, yoghurt, gewoon ja. normale zuivel zit het ook in. Ja. En ze leggen in de Keuringsdienst van Waarde ook prachtig uit. Het is, ook dat is echt, ja. echt een vieze marketingsector. Al die potjes met poeder, het is gewoon, het is gewoon melkpoeder. Ja, ja nee, dat, dat is zeker zo. En de, nou ja... En... Ook in die context hebben ze natuurlijk nog steeds over. Uh, ja, en stel dat je veganistisch bent. Ja, nou, dat vegetaien. zit ik ook meteen te denken. Ja. Want wij zeggen: je haalt gewoon het vlees, vis en, en ja. zuivelproducten. Ja. Nou, we hebben aflevering 14 over: uh, moeten we allemaal veganistisch worden ja, gemaakt? Toen hebben we het ook al kort benoemd. Van uh, daar zit wel een, een klein dingetje misschien voor topsporters zo. Want die zeggen: ja, het is wat moeilijker zoeken naar een, uh, die, de, 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 de plantaardige eiwitten. Die hebben niet allemaal ja, de, dezelfde aminozuren en met name die essentiële aminozuren als je bijvoorbeeld in vlees of, of vis vindt of in, in zuivel. Ja. Dus je moet vaak daar wat combineren qua, qua noten en, en soja of uh, noem maar op. Uh, plus het feit dat het iets, ja, nou ja, het wordt een stukje minder langzaam opgenomen. Je darmen moeten iets meer je best doen. De natuurlijke eiwitten. Ja. De plantaardige ja Ja, ja, sorry. ja. ja want ook melk dus kan je, je natuurlijk... Dus ja. je kan natuurlijk in een, 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 een proefopzet... Uh, dit gaan vergelijken, het spieropbouw... Uh, na het eten van ja, bijvoorbeeld... of zuivel met een plantaardig product. En dan kan je wel verschillen vinden... in die snelheid van spieropbouw. En dat heeft hem dan te maken dat je net ja, te veel heeft gericht op één plantaardig product. Dus ja. daarom wordt gezegd, ja, je moet een mix hebben van verschillende, waar al die aminozuren in zitten, in ieder geval de essentiële. Ik ben toch even benieuwd, hè, want je, je ja. vertelt erover alsof er een studie naar gedaan is. Weet ik niet, het zal best. Nee, okay, ja. maar dan gaat het ja. over snelheid, orde ja. grote. Uh, nee, uiteindelijk, want uiteindelijk uh, haal je het wel. Maar het zit een beetje in de wereld van die topsport. Hè, ja, maar ja, uh, elke seconde ja, telt. Ja en je hebt misschien niet zoveel tijd om te eten... of uh, nou ja, je maakt je zorgen over... dan is het is een stuk gemakkelijker om... Uh, laat ik het zo zeggen... een vleeseter of een viseter te zijn. Ja. Op die manier. Want je moet even goed kijken... oké, okay, heb ik al mijn essentiële aminozuren... in mijn plantaardige producten... en daarbij... Kan het wat langer duren voordat uiteindelijk het in die spier terechtkomt, die aminozuren. Ja. Dat is wel een gegeven. En dat is natuurlijk bij een ja. topsporter die uh, zeven oh nee, uh, vijf ja. tot zes dagen, één à twee, of misschien wel drie keer per dag traint. Of een combinatie ja. doet ja. van sportspecifiek en krachttraining, wordt dit wel belangrijk ja, dat zeker. je op tijd je ja. grondstoffen aanvult. Ja. Maar uiteindelijk kun jij als door een beetje ja, slim jouw producten te kiezen. Kun je prima uh, de, dezelfde spieropbouw op, uiteindelijk krijgen met misschien wat vertraging. Maar nogmaals, uh, ja, hoe belangrijk is dat uiteindelijk? Ja, het ja, nee, doet me dus. nog denken aan een recente studie in Maastricht. Vond ik wel interessant van uh, Luc van Loon. Die heb ik ook nog even gesproken over. Uh, als je praat over eiwitten, namelijk kom ik altijd bij hem terecht. Hij doet daar veel onderzoek naar. Hij heeft onder andere die studie gedaan... Die uh, regelmatig hier langsgekomen is ook bij Sportlabs Doc van wat doet een ijsbad nou op spieren opbouwen ja, ja. en, uh, en hij, zei, hij heeft een recente studie iedereen van iedereen die net inschakelt geen goed idee nee, he, ijsbad. Als okay. je praat over adaptatie. Precies. Dus, uh, uh, hij heeft een studie gedaan uh, die aardappel eiwit. Ja. Ik denk altijd aardappel is koolhydraten, maar er zit ook eiwit in. Uh, ja. Vergeleken ver, heeft met melkeiwit. Ja. dan wel gezuiverd allebei. En dan gewoon dezelfde hoeveelheid je eruit gehaald. Ja. ja, en dat je precies dezelfde hoeveelheden kan geven, reactief. Ja. En dan gekeken naar de spieropbouw na zo'n weerstandstraining, ja, dat maakt dus geen zak uit. Dus daarmee aangevende dat ook een aardappel eiwit eigenlijk prima als uh, ah, bron dit, ja, kan werken. Van eiwit kan werken. Ja, van eiwit kan werken, nou ja. Dus dat, uh, dat brengt uh, ons, denk ik dan tot. Dus, ja, we ontkrachten hier al het uh, idee van dat je extra BCAA moet gaan nemen. Als jij normaal uh, goed eet en je ja. eiwitten neemt. Begrijp jij dan waarom uh, dit... Daar trapt je mee af. Dit ja. is een hype op internet. Ja. Een ja. wondermiddel. Ja. Uh, heb je een vinger erachter kunnen krijgen waarom nee. dat zo is? Wie ah. drijft dit? Ja, de, de commercie natuurlijk. Hè? Ja. Uh, de fabrikanten ja. van... Uh, die denken, hé, hey, we ja. hebben al die potten wei ja, al verkocht... En, is, en we gaan nu nog wat ik verkopen. Ik denk dat het toch de cultuur van de sportschool... Uh, zonder hier alle sportscholen op één hoop te willen gooien... daar hoort er een beetje bij, ja... Ik begrijp, jij komt er misschien nog wel eens? Ik kom nooit ja. meer in de sportschool. Nee, maar de associatie is er gewoon ja. dat je daar ook je, je, je potten uh, uh, ziet staan ja. en je, je middeltjes. En, uh, ja. Ja. En Onder dat, het mom, als je toch de hele dag zo dom ja. uh, die gewichten op en neer aan het schuiven bent, zorg ja. dan dat het maximaal effect heeft. Ja. ja. En misschien, ja, je bent nog in die sportschool, je bent net klaar. Uh, nou, dan neem je zo'n eiwitshake en ja. uh, niks makkelijker. Ja, het we... over placebo. Ik heb dat in het verleden heus wel eens gedaan, want dat ja. voelt natuurlijk heel goed. Ja. Onder het mom, waar we het ook wel eens over hebben gehad, over waarom zijn er überhaupt herstelbevorderende producten. Dus ik denk, ja, ik wil er alles aan doen wat ik kan doen. Ja. Ja. Dus dan kan ik nu een kop thee pakken. Maar ja, daar weet ik zeker van dat het water met een smaakje is. Ja. Dus ja. doe maar zo'n dikke eiwitshake, ja. dat is vast goed. Ja. Want dat is ook wel hè, even toch om, om die andere kant van het spectrum te pakken. Stel nou, je, je neemt dit te veel. Want je neemt dit terwijl je het eigenlijk niet nodig hebt. Dus je zou kunnen stellen: dit, heb je, dit, ja. dit is een overdosis. Ja. Dat heeft dan weer een andere coördinatie. Maar je, je neemt in ieder geval te veel. Kan het kwaad? Kun je te veel eiwitten ja, nemen? Nee, nee ja, Dan scheid je toch uh, nee, gewoon weer af. Zonder van je geld. Ja, ja, maar... het is misschien wat meer belasting voor uiteindelijk nieren of, of lever. Ja. Of. Uh, nee, ja. Nee, het is gewoon vooral zonder van je geld. Ja. Nou ja, goed. Tuurlijk. De, dan moet ik denken van. Uh, dat, misschien zijn er mensen die uh, of geen tijd hebben of geen flauwe benul van gezond eten daar helemaal geen zin in hebben. Een ja. beetje voor het gemak gaan. Ja. En dan bedoel ik in plaats van de gemaksvoeding de McDonald's. Maar in dit geval zeggen ja, als, zolang je uh, supplementen kan nemen vind ik net zo prima. Ik, het gaat mij niet om de smaak, het gaat mij om de efficiëntie van uh, ja, het eten. Snel klaar. En je wil er best wel wat geld aan uitgeven. Ja, uh, Of je twijfelt of jij wel voldoende binnenkrijgt. Gezond eet. Al alle schijf van vijf uh, dingen. Nou ja, daar, ja, ik, ik, ja, wie ben ik om nou, te dit, zeggen van dit je. Die ken ik maar... wel. Ik heb toch ja. wel een tijd, doe nu wat minder tegenwoordig hoor. Nu ik wat meer ja. weet door deze podcast en wat beter probeer te eten. Ik heb toch ook wel lang tussen mijn dertigste en mijn veertigste, toen ik in de jaren, zeker toen ik minder sportief was. Ja. Noem het maar preventief. Of baat het niet, als gaat het niet. Multivitamines ja, geslikt. Ja, ja zelf. Ja, ja, iedere type. dag ja. bij het ontbijt pilletje erbij. Ja. Dan denk ik denk zo, heb die vast ja. binnen. Nou oh ja, en daarom floreren al die. Uh, <laughs> ja, precies, maar dat is dus gewoon. Supplementen het is maken niet per se gevaarlijk, maar nee. het is onnodig. En dus gewoon zonder meer ja. geld. Ja. Um, dan hebben we het over eten. Dan hebben we in feite gezegd: dit is wat die bcaa uh, aminozuren zijn. Ja. Uh, nu zit ik hier al. Uh, hoe lang zijn ja. we bezig? Kwartier, 20 minuten? Met en, een lelijke groene sticker. Voel je al Nee, ik voel niks. Ja. Ik, heb, ik heb het maar op mijn kuit geplakt. Ik heb het vast niet goed gedaan, maar ik heb het nu een soort lelijke rand eromheen. Um, waarom plakken? Hebben we hebben het wel vaker over gehad ja. Ook bij zalf. Hoezo via de huid voedingsmiddelen toedienen? Ja, we hebben het. Kijk, het, het kan hè? Want ik bedoel, we hebben het denk ik in de bicarbonaataflevering aflevering ja. nooit gehad. Ja, ja, kan je nog herinneren? Ja, kijk, ik ken wel natuurlijk. Je moet denken aan nicotinepleisters. Ja. Dus er zijn best wel middel- of hormoonpleisters volgens mij. Dus je wil maar zeggen, de, de pleisters zijn een prima methode om stoffen in je lichaam te brengen. Prima vind ik een groot woord. Okay, zijn het, een uh, ja, het is natuurlijk niet de normale manier om stoffen binnen te krijgen, is uh, voedingsstoffen, is toch ja, via de ja, uh, maagdaam. Ja. Ja. Alleen, ja, zoals je ook weet, is uh, tijdens het sporten met name is het niet fijn om te eten. Vooral als die maag flink uh, gevuld moet worden. Nou, als je met zoete uh, koolhydraten werkt, ja, uh, dan gaat die maag ook protesteren het gedoe eromheen. Je moet een, een jelletje gelletje pakken. Ik, oh ja, ik, sprak laatst iemand die had uh, onze triathlon voor het eerst meegedaan. Ik zei eerst triatlon. Je, de, 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 je ja. bedoelt de heuvelrug qua triathlon? En die ja? die, uh, die vertelde, ik zei ja, hoe ging het? Nou, hij kreeg een beetje hongerklop. Ik zei ja, had je dan niet genoeg mee, uh, meegenomen? Hij zei ja. Het probleem zat bij het fietsen. Durfde ik niet een gelletje te pakken, oh. omdat die, ja, hij ja, ik kon zijn. Uh, ja, hij vond het al heel moeilijk om een bidon te pakken, zeg maar. Oké. Okay. Ja, dat is meer het, uh, het geweldige parcours wat daar neergelegd was ja. natuurlijk met veel bochten, klimmen, dalen. Ja. Je moet op je hoede zijn. Dit was meer bij hem dat hij zijn uh, handen niet van het stuur wilde halen. Verstandig ja. op zich. Maar Dus uh, klinkt ook licht overdreven. Ja, het klinkt. Ik zei ook. Ja, dat is een kwestie van oefenen en misschien parcours verkennen van tevoren. Ja. Nee, maar dat is de combinatie. Dus het gedoe van je gelletjes meenemen. Uh, Scheur, uh, doe, als neem, ik je nou en... ergens herken... Je hebt het over parcoursverkennen. Uh, het is half augustus. Dus over twee weken gaan we naar Renkum. Ja. Daar zitten we op de mountainbike. Ja. Daar herken ik dat meer. Dat ik denk, je moet ja. even goed timen... waar je inderdaad e een bidon precies. kan pakken... zodat je ja. met één hand aan het fietsen bent. En doe je op eten. dat rech, rechte stuk. Uh, ja, nou, daar zitten twee stukken. Hè. He? Ja. Ik heb ja. vorig jaar natuurlijk parcours, ja. parcours verkend ja. En toen in mijn parcoursverkenning... ook wel echt bedacht... Ja. Hier ga ik drinken. Ja. Ieder rondje. Ja. Ja. Nee, maar dus uh, het is mogelijk om via de huid op te nemen. Alleen, ja, het is niet zo simpel door te zeggen dat elke stof wordt opgenomen. Dat heeft te maken met paar aspecten. Nou, uh, hoe groot zijn die losse moleculen? Ja. Je kan je voorstellen, ja, de huid zit er is toch een barrière, zit ja, er niet van niks. Want het gaat er doorheen. Ja. Dat is het idee. Kijk, ja. je wil niet van alles, uh, elke bacterie of virus uh, die hier in de lucht uh, zit, wil je niet. Uh, Vier de huid naar binnen. Nee. Nee. Um, dus dat is één. De vetoplosbaarheid. Uh, huid is vet. Uh, ja. En de, dus als iets vet oplosbaar is, is het een stuk makkelijker dan uh, wateroplosbaar ja. In ieder geval de huid. Uh, de lading heeft ermee te maken. Negatief geladen deeltjes gaan wat makkelijker. Dus het is een beetje complex. En uh, daar zijn, ja, je kan dat doen. De manier waarop ze dat doen is eigenlijk... ze maken vaak van die kunstmatige uh, huidstructuren. Uh, een paar membraantjes achter elkaar. En dan kun je op die manier wel kijken hoe makkelijk bewegen... Stoffen daar van doorheen. de buitenkant daarheen, maar ja, wil je het echt doen, dan moet je gewoon bij mensen echt uh, pleisters opplakken en dan uh, gaan meten. Maar of het je in terug de bloed komt, in bloed. Nou, dat ja. is in dit geval van de BCA bijvoorbeeld er nog nul studies naar gedaan, Het is gewoon niet onderzocht. Nee, joh. Uh, maar de, dat maakt het het hele nutri ja. verhaal nog bijzonderder, nee. dus uh, dat klinkt leuk, maar uh, dus zij zeggen, claim 1. Door uh, opname door de huid. 20 uur lang hebben ze het over. Nou, Je hebt het nu ze over nutri -tape. Ja, ja. ja. Daarvan zeg jij: ik heb met alle toegang die ik heb, geen ja. wetenschappelijke studie kunnen vinden. Ja. En er is ook een studie of een artikel verschenen van iemand die echt specifiek dat hele ja. NutriTape ja, zijn, heeft uitgelopen. Ja, een voedingsdeskundige Rob van Berkel en die heeft eigenlijk van uh, zinvol of onzin wat betreft NutriTape. Ja, die heeft eigenlijk die, het meeste voorwerk ja. voor ons ja. hier gedaan. De titel nou, van zijn met, artikel is ook echt Is, is tape ja. zinvol voor sporters? Ja. Rob van Berkel, wat heeft hij uh, gevonden? Hij heeft eigenlijk al die claims heeft hij, uh, onder een groot glas gelegd. En uiteindelijk ook contact met het bedrijf gezocht. Uh, om te, en met name uh, zich afgevraagd, jongens, waar blijven de studies? Bijvoorbeeld ja. deze studie. Kan überhaupt BCAA ja. door de huid? Nou, dat is dus nog niet gebeurd. De enige studies die gedaan zijn, is zijn met huid uh, irritatie van de huid. Geeft de pleister zelf... Irritatie van de huid. En dat, dat zou uh, natuurlijk ook kunnen, omdat daar iets. Een, een, ja. rea een reactie is een groot woord. Maar omdat daar iets moet gebeuren onder die pleister. Dan ja, moeten stoffen dat, door de huid heen. Dan zou, je, dan zou het op die manier kunnen helpen. Zoals we ooit met de hooikoortse aflevering hadden over histamine. Stel dat je wat de histamine toevoegt. Ja. Misschien ga je dan inderdaad wat kleine. Ja, dat je, zoals histamine het bloedvaten openzet, de huid gaat irriteren. Nee, maar dat gaat er meer om, volgens mij, juist. Als bijeffect wil je dat liever niet. Nee. Dat, dat je tijdens het sporten kriebels daar krijgt. Jeuk. Ja. Ja. Want dan. Uh, ja, dat is een beetje afgeleid. Toch nee, Nog niet? geen jeuk op ja. mijn kuit. Ik voel helemaal niks. Ja. Moet ik zeggen, eigenlijk. Nee, maar dan komt natuurlijk de claim die zij hebben van. Uh, Spierherstel volgens mij. Uh, en uh, minder kramp tijdens het sporten. Ja, dat vond ik een hele spannende. Ja. Dat er uh, uh, geen kramp, geen last van je maag. Nee, dat is natuurlijk logisch. Want uh, we gaan niet via de maag. Uh, en verder, uh, het is allemaal in het Spaans. Dus ik moet een beetje Spaans, want ik heb wel... Ja, het is een Spaans uh, te... bedrijf. Wat oh, wacht even. Ja. Dit, ik doe sowieso iets fout, want... Stap 1 op de verpakking is... dat ik dit 40 minuten voor het sporten moet aanbrengen. Ja, je dus gaat straks nog even lopen. Ik toch? wou zeggen, ik moet ja. misschien een epiloog uh, vertellen... of hier uh, dan na twee uur uh, wel iets gaat gebeuren. Maar het is natuurlijk logisch dat ik nu in de eerste 20 minuten dat dit erop zit, niks merk. Want dat hebben ze zelf ook gezegd. Ja, nou, ik kan je ook wel verklaren waarom de, je niks de, merkt. Ja, vertel. Ja. Ik nou kan ja, dus, nooit niks merken volgens Rob van Berkel. Hoor. Dus nou ja, spierenherstel, daar gaat het dan uiteindelijk, denk ik. Willen zij natuurlijk zeggen. Een beetje gek waarom je dat tijdens de inspanning al zou willen doen. Hè? Ja. Maar eiwit of aminozuren kunnen ook als brandstof dienen. Een beetje ingewikkeld als jij echt, normaal is koolhydraten natuurlijk. De brandstof die je wil hebben, hebben we het verleden verschillende afleveringen al over gehad. Je hebt even je vetten als, als hele grote reserve daarbij. Maar eiwitten of aminozuur kunnen ook, ook weer omgezet worden. Kost wel wat extra energie, niet zo handig. Ook weer in glucose en vet. Dus het kan als brandstof dienen tijdens. Maar met name voor het herstel zullen zij opdoelen. Um, alleen, daar heb ik met Luc over gehad. In Luc dit, van in, Loon, weer. En die ja. zei meteen als eerste: Nou, ik heb eens even uh, ingezoomd op hoeveel BCA zit erin? Zei, in dit, dit plaatstertje. Daar ja, ja. zit een halve gram in. Oh. En hij zei: Ja, een halve gram, dat is dus helemaal niks. Want we hadden het erover. Uh, ja, in dat totaal. Jij... Ik zie het nu ook staan, inderdaad. Het is 0,25 gram leucine. Ja, uh, leucine. 0,265 ja, ja, ja. isoleucine. En dan nog 0,126 valina. Ja, dus als je dat optelt samen... Zit kom je, je op, op 0,4. A... Ja. Nou ja, dus er zit... En er zit er nog 0,001 gram vitamine ja. B1. Ja. ja. ja maar Terwijl... is het dan per 100 gram? Nee, per patch. Ja, ja per patch. Ja. En dus, we hadden het erover dat jij 85 uh, gram eiwit... Op sowieso... een dag. Ja. ja. Maar dan is dit dus uh, ja, ja, daar ja, 1, 200 joh, niks van. Nou, dus de hoeveelheid en in de studies die gedaan worden naar spierherstel, ja. ja, daar zitten ze echt niet op een halve gram. Dan gaat het vaak om, nou, volgens mij vijf wow. tot tien gram eiwit wat je gewoon al Dit is wel even goed eten. dat je dit in de in, context, in de, de orde ja. grootte ja. zet. Dus kortom, zo'n pleistertje, nou ja, het klinkt altijd mooi om waar te ja. zijn. Maar de verhoudingen kloppen dus nee, ook gewoon niet. Nee, dus uh, dit is uh, ja, homeopathisch bijna, denk je. Ja, nou, uh, ja Daar is ook een hele markt voor. Ja, zeker. Uh, het andere is: ja, is het dan uh, puur misschien, dus uh, over de spierenopbouw, veel te weinig eiwit zit erin. Ja. Puur als brandstof. Nou, uh, ja, dat is een verkeerde brandstof. Lu Luc zei ook: van, of hij heeft even berekend. Ja, daar zit iets van 2 uh, kilocalorie. Ja, dus, dat is ook drie keer niks natuurlijk. Dus daar kun je het ook niet van doen. Terwijl deze jongens wel claimen dat je minder hoeft te eten. Van je bijvoorbeeld, je ja, Dat, je, je dat is het. Hè. Het, is een, het hebt... is een aanvulling op eten. Het wordt ja. verkocht in de, in de ultra-run context ja. ook. En wat ik ook nog zie met alle icoontjes die erop staan. Moet wat puzzelen door alle icoontjes. Maar het is dan ook heel goed voor veganisten. Ja. En het is uh, ook uh, koolhydraatvrij. Staat expliciet Een, ja. een graan-angel graan, uh, met een streep erdoor. Ja. En doping, staat ook. Dus het is dus een energie- uh, ja, brandstof zonder eigenlijk. Met amper energie, dat is één. En het is bouwstof met uh, amper. Of uh, <laughs> uh, bouwsteentjes erin. Exact. Oké, okay, nou ja, dus daarmee. Uh, nou ja, dus toch, ik heb met, met Rob contact gehad, want hij, uh, hij had dus, wat het verhaal wat hij schreef. En dit eigenlijk een, een, een lange samenvatting van wat we hier bespreken. Ja. Hij zei, ja, kijk, wat die Spanjaarden al twee jaar geleden beloofden... is een ultieme studie om ja, eigenlijk de claims waar we het over hebben... van beter herstel, minder kramp. Om dat dan uh, ja, toch maar eens in een wetenschappelijke studie uh, te laten zien. Ja, ja. Dat, die zouden zij gaan opzetten bij Spaanse voetballers. Ja. Uh, alleen, uh, ja, dat is stil komen te liggen door corona... Uh, ah, en dus nu heeft hij weer weg. contact op uh, en ze zeggen ja, nu alles weer een beetje het normale leven weer op gang komt, gaan we ook deze studie weer langzaam oppikken. Dus wie weet, binnenkort weten we meer. Hmm. Kortom, ja, uiteindelijk uh, ja, of die studie er ooit gaat komen en wat er uitkomt. Want met name ook het krampverhaal daar hebben we natuurlijk ook een aflevering aan uh, gewijd. Ja, gewijd. we weten ja. helemaal niet hoe dat precies werkt. Nee. maar uh, herhaal ik komt... nog maar weer eens: als ik zie hoeveel fabels er ja. over uh, je moet dit voor krampen, je moet dat voor krampen. Nou ja, enerzijds, als het dus is te kort misschien aan elektrolyten of aan uh, vocht. Dat kan. Hè. Ik bedoel, uh, in extreme omstandigheden, andere verhalen, is dat het met de, de, de aansturing vanuit de zenuw te maken heeft. Dat is eigenlijk de twee. Waarschijnlijke oorzaak voor Kramp. Ja, daar zie ik niet een rol voor BCAA in. Helemaal niet. Nee, want er zijn geen elektrolyten. Dus het is. Uh, ja, ik, ik ben bang dat uh, ja, dat deze claims. Ja, het is ben allemaal niet waar. Ja, en nu snap is ik ook gewoon... dat je zegt ja. die aflevering moet breder dan Nutritape. Ja. Want dat Nutritape is een mooi gelikt marketingproject, ja. maar dat wordt hem sowieso niet. Ja. Maar eigenlijk in zijn algemeenheid, dus ook de BCAA hype. Ja. Die. Uh, die, die Tacklen we nu ook nog maar even. Ik zit ondertussen een beetje te scrollen. We hebben ooit een prachtige samenvatting van deze aflevering gehad van Menno Veldman. Dat hij ook zei: Nutri-tape, werkt het? Nee, is het wat? Nee? Oké, okay, einde ja, aflevering, 30 seconden toch? Ja, dus. Uh, maar goed. Um, hebben we dan nog iets toe te voegen over BCAA? Of zullen we nog even uh, klassiek horen van onze sportarts en topcoach of hij nog iets rondom ja. aminozuren, eiwitten supplementen? Ik kan me voorstellen dat even. zijn sporters ook wel eens op internet zitten en, uh, en dingen lezen, horen en uh, komen met: Hey Guido, doe mij een potje BCAA. Exact. We gaan in de finale van deze aflevering even zoomen met Vroemen. We gaan zoomen. Guido, goedemorgen. Hey Guido. Goedemorgen, daar zijn we weer. Seizoen 6 is begonnen. Lekkere vakantie gehad? Geweldig. Heerlijk, fijn. Nou, nog een paar weken. Ja. Dan gaan we naar uh, Renkum. Maar eerst moeten we het hebben over BCAA ah, ja, supplementen. Want, uh, ik kan me voorstellen: er komt een atleet bij de coach, Vroemen in dit geval, die zegt: Hé, hey, ik, uh, ik heb wat gelezen over BCAA, die moet ik nemen om uh, sterke spieren te krijgen. En hoe reageert onze coach dan? Ja, kijk, dat, niet zozeer van ja, doe maar. Nee? Waarom niet? <laughs> nou, ja, je moet altijd kritisch zijn. Hè? Je moet altijd eerst eens gaan nadenken, waarom moet ik dat nemen? En um, heb ik dat, krijg ik dat niet al vanzelf ergens uh, door binnen, door wat ik eet? Ja. Hè? Vertakte keten aminozuren. Ja, heel Dennis, goed. Hè? Dat zit in, in, um, in poedertjes, of in pilletjes, capsules. Maar ja, um, stel dat die, die, die poedertjes toen nog niet waren, had niemand dan die, die BCAA's, kreeg die dan nu, nooit iemand binnen? Je ja. moet kijken van, ja, heeft het zin? Hè? Er zijn hè, zat studies en die, denk ik, eh, die kan Jurgen wel opzommen waar eh, een bepaald voordeel uitkomt of juist niet, wat ze ja. bewezen hebben. En, en wat is het doel waar je voor treedt? Is dat juist sterkere, dikkere spieren krijgen of moet je weer gewoon in, je sneller worden? Dus eerst al, één, krijg je het niet in je voeding? Twee, past het bij het doel wat je hebt? Oké, okay, goede logische vragen. Uh, en in zijn algemeenheid, heb jij in je pool atleten mensen waarvan je weet dat ze het slikken of toedienen? Ja. Ja, okay. ja, ja, er zijn wel mensen die zeg maar, het in herstel als ah. recovery... Omdat ze gewoon, als je bepaalde... In een krachttrainingsperiode um, wat meer eiwitten nodig hebt... Aminozuren zijn bouwstenen van eiwitten... Hmm. Dan is het misschien wel hulp, uh, kan het je helpen om uh, beter te herstellen. Maar Omdat zij niet uh, de, de hoeveelheid Met, eiwit halen vegen zijn. Of zo. Uit jokkansen. Ja, uh, ja, 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 uit, ja, nou ja precies. vegen zijn. Ja, ja. Sommigen sommige vinden, vinden het ook gewoon handig of makkelijk, want dan, weet je, nou, weet je, dan heb ik in ieder geval zoveel gram eiwitten of zoveel gram aminozuren binnen. En dan hoef ik niet uh, um, een kilo kwark of noem het er allemaal ja. andere ja. eiwitten. Okay. Want, want dit eten, is wat wij dan... net in het einde van de aflevering op afkomen. Hè? Want we zijn eerst als: nou, eet het gewoon. Ja. En eet gewoon zuivel. Of eet dus nooit wij, want dat is het allemaal hetzelfde. Toen zei jij net al, Jurgen: ja, maar het kan ook wel een stukje gemaksfactor zijn. Ja. Dus je denkt: ik pak gewoon dit, dan weet ik zeker dat ik het heb. Ja. ja, dat is het ook. Weet je, dat hebben sommigen. Die denken: ja, maar als ik dit en dit en dit neem, weet ik in ieder geval, daar heb ik genoeg van. Dat ja. is binnen. Ja. Maar in de keukenkastjes bij de familie Vroemen, als ik die open trek, daar staat geen blik met weipoeder poeder en BCA-capsules en zo. Ja, er staat wel zo'n pot, maar dat staat er al zo lang. <laughs> ik vind het Voor de hond, zeker. Ondertussen is het voor de honden straks, denk ik, want dat kun je met mes en vork gaan pikken. Ja. Omdat jij wel eens dingen toch probeert, want ja. jij bent altijd wel nieuwsgierig natuurlijk. Ja, 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 Heeft ja, dat ja, er dat nog klopt. mee te maken? Oké. Okay. Ja. 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 Als je dan een emmer krijgt. <laughs> denk ik, ja. Ja. ja ik, ik denk, nou, ik heb het een weekje zo, hè, want uh, als je dat uh, dan uh, zo, zo shakeje een per dag neemt, dan denk ik, pff, ja, nee. ja, ik heb het nu wel genoeg geprobeerd. Ik weet het wel. Ja. Oké. Ja. Ja, ja, Oké. Okay. Okay. Ja. Okay, dus het is wel een genuanceerd verhaal. Ja. Je bent niet nee, per se ja. uh, tegen. Je, je, ben, nee. je zegt, het, het kan, maar dan is het gemak. Nodig heb je ja. het zeker niet. Daar waren we ook al over. In de zin, ja. je kan het ook gewoon uit je normale voeding halen. Ja. Uh, ik vroeg nog, dat is ook wel leuk, toch ook even aan jou als arts te vragen. Ik vroeg het aan Jurgen. Uh, kan ik hier nog overdoseren? In de zin, wat nou als ik teveel eiwitten aan het doen ben? Ik neem ja. aan die plas ik gewoon uit? Of, of is er nog gevaar op de loer? Nou, het is ook een nierbelasting, hè? Mm -hmm. ja. Eiwitten voor de nieren. Uh, ureum. Ei eiwit afbreken, aminozuren... En dat een afvalproduct is ureum. En ureum, dat gaat ook via de nieren dan. Dat komt uh, daar uh, in je urine ook terecht. Als je heel veel ureum maakt, dan is dat een grote belasting voor je nieren. Als je go een goede nierfunctie hebt, is dat vaak weet je, geen probleem. Als die wat minder is, minder, uh, en, en dan kan het wel een probleem zijn dat je nieren dat gewoon niet goed aan kunnen. De verwerking daarvan. Van zoveel eiwitafval. Ja. ja. Dus ja, dit kan je ook overdoseren. Dus, uh, ja, ja, ja. Water kun je ook overdoseren. Hè? Ja, exact. Wel wat, wat merk je eigenlijk als je nieren overbelast zijn? Ja, wat merk je daarvan? Uh, een slechte nierfunctie. Dan, dan zit er waarschijnlijk iets met um, uh, urineproductie. Uh, de urine wordt dan ook donker. Ja, ja. Te donker. Want er komt heel veel... Ureum in, waardoor ja. je hele donker gekleurde urine krijgt. Of je er direct iets merkt van um, nou ja, slechter voelen, pijn, klachten van de nier, achter in de flanken, van de rug, durf ik niet te zeggen, want dat zal in het begin eigenlijk ja, nog niet zoveel aanwezig zijn. Nee. Lange termijn bloeddrukregulatie, naar ja. de gelote. Ja, precies. Dus, maar uh... Dat is geen acute aanwijzing, maar ja. behalve dus hele donkere urine kan er een zijn. Ja. ja helder uh, nog andere vragen nee. nutri tape hebben we het over gehad ja. uh, riep jij al uh, meteen uh, Guido ja we zijn er ook achter placebo placebo ja want uh, er blijkt ook helemaal niks in te zitten in zo'n pleister dus, geen uh, calorieën, hè nee. Nee, nee. nee precies ik heb dat wel eens op die website gezien en dan werd het dan vergeleken nutri tape staat er dan een kolom en daar staat daarnaast een gel en een reep ja klopt ja die gel en die reep dat zijn gewoon koolhydraten ja daar zit daar zit energie in ja en die nutri-teep, daar zit ja nul calorieën. Ja. Je, er je, zit geen koolhydraten in. Nee. De, de, de verbrandingswaarde van, van dat is is, is is. Ja, bijna niks meer. maar waar we zijn dus achter klopt. zijn gekomen ja. dat het, het zou dan de BCAA zijn, maar die blijkt ook helemaal niet in te zitten. <lacht> dat <lacht> dat is maar een, vijf gram of zo. Een halve gram uh, zit erin, <laughs> of nog iets minder. Het ja. kul. kool, ja. pure kool. Nou ja, als je erin gelooft, dus en je plakt het op je voorhoofd. <laughs> ja. Ja, precies. En je ja. haalt er een, een, goede, een goede sponsordeal mee op, waarmee je ja. op alle foto's uh, het merk Nutri Tape binnenhaalt. Nou, dan kan nog wat nou, zijn. Nou, toch maar... merk ik, jij deed hem vanochtend uh, op. Ja. Die pleister. Je voelt je wel een stuk keer lekker, toch? Oh, heerlijk. Ja. Maar dat komt vooral ja. omdat ik geen benena meer heb op dat plekje <laughs> waar, ik er, waar ik hem eraf heb getrokken. Okay. De, de ja. plakfunctie werkt dus... goed. Ja. Kijk, dus het is wel een soort ontharings- ja. Pleister, hè? Want ja. Uh, daar, daar kan die nou wel voor gebruiken. Maar dan breng ik nog even de prijs duur. in herinnering. 15 ja, euro voor een zakje van twee pleisters. Ik denk, roll rol duct tape vind je goedkoper uit. Nou <laughs> oh, ja. ja, dat is goed. En ja. ik denk ook gewoon e lekker eten is ook beter. Ja, precies. Geef maar 15 <laughs> euro uit aan een goede, gezonde maaltijd. Ja, ja. mooi. Uh, hebben we het onderwerp BCAA dan helemaal uitgerafeld? Ja. Denk het wel. Guido, nog iets toe te voegen? Nee. Vorige nee. week doen we het over AABC, ja? Ja, nu <laughs> ja, doen we het precies. andere oh. volgende. Nee, hey, volgende week <laughs> gaan we het hey, hey. Uh, helemaal passend hier in augustus gaan we het hebben over oh, de zomerse temperaturen. Ja. Okay. Wat is het effect van temperatuur op je sportprestatie? Ja, oh. denk je dan ik kan de thermostator niet hoger of lager zetten buiten. Nee, maar het is wel goed om te weten hoe pas je dan je training of je wedstrijd pace aan? Gaan we ook aan jouw vraag Guido, like. wat is de praktische toepassing van temperatuur? Maar niet voordat we al onze luisteraars en kijkers even oproepen. Waar ben jij op vakantie geweest? Stuur ons jouw vakantiefoto's via de podcast op Instagram en Twitter. Tag ons in je post en dan uh, vinden we dat leuk om te zien. Helemaal natuurlijk als je op vakantie bent geweest en bent gaan trainen met je slimmer posteren podcast: witte running shirt, ja. active dry, lekker uh, cool. Of een bepaald boek aan het lezen bent. Of op, het uh, op vakantie nee? op het strand een foto hebt gemaakt van ja. het boek uh, Het Maakbare Uur, wat jij hebt gelezen op vakantie. Of misschien wel koffie gedronken, koffie bij, uh, gedronken. voor je tent met Uit je een slimmer. Mark. Podcast Mok, net zoals Jacquemine Eikelboom deed in Amerika ja. op haar uh, Trans-Amerika Triathlon. En als jij denkt, wat een de leuke spullen allemaal. Hoe kom ik aan die spullen? <laughs> dan kun je die bestellen op onze Slimmer Versteren Podcast Webshop. Ga naar slimmerpodcast.nl/webshop. En uh, als je al die dingen tegelijk koopt, krijg je echt een enorme korting. Dat zie je daar wel. Dat heet het uh, merchandise pakket groot. Dan ben je gewoon in één keer helemaal klaar. En dan uh, ben je helemaal fan. Uh, als je nou zegt: Nou, sorry, maar ik ben van de duurzaamheid. Ik wil niet meer spullen, want ik heb al een mok en ik heb al een boek. Dan kun je ook je geld kwijt aan ons door vriend van de show te, uh, te worden. We gaan naar vriendvandeshow.nl/slash slimme podcast. We hebben van de zomer even goed overleg gehad, Jurgen. En we zeiden toch: Als we dit zo fanatiek willen blijven doen. Dan hebben we ofwel meer leuke commerciële partners nodig, ofwel gewoon meer donerende vrienden. Dus uh, bij deze, als je met veel plezier luistert naar onze podcast, uh, zet het ook om in keiharde euro's. Dan uh, blijven wij voor de betaalmuur. Gaan we niet naar Podimo. En dan uh, kunnen we gewoon hier lekker podcasts blijven maken. Zo kun je bijvoorbeeld ons complete archief vinden op www.slimmerpodcast.nl. Vind je van elke aflevering een eigen pagina. Kun je op reageren. Aanvullingen over waarom we wel aan de neutraliteit moeten of hoe jij. BCAA supplementen wel degelijk gebruikt. Uh, schrijf het in de comment, dan kan iedereen het meelezen. Of pak de link op en uh, stuur hem door naar iemand voor wie dit onderwerp interessant kan zijn. En tot slot, je kan ons ook mailen via post slimmerpodcast.nl. Net zoals uh, wij de mail kregen van uh, Linda over Nutri-tape. Ja. Ja, zo uh, zien we graag suggesties voor nieuwe onderwerpen in de toekomst ook uh, in, in onze mailbox komen. Phew, ik voel de temperatuur oplopen. Jij? Ja tijd uh, om ons voor te gaan bereiden op de aflevering volgende week. Guido, dankjewel weer. Ja, tot, tot volgende, volgende week. week. Tot volgende week hè? Zet de thermostaat vast een, ga een tandje hoger. We gaan het hebben over het effect van temperatuur op je sportprestatie. Jurgen, tot volgende week. Tot volgende week. Hoi. 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 Nog even goed om te weten. Wij ontvangen zowel financiële als materiële ondersteuning van een aantal commerciële partners. Deze partners hebben op geen enkele wijze invloed op de inhoud van onze podcast.